Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Met het vertrek van Sint en zijn Pieten is vorige week weer een mooie, maar ook drukke tijd afgesloten. Er was weer van alles aan de hand, maar alles is toch weer goed afgelopen. Omroep Drimmelen was bij het afscheid van de Sint in Terheide. Dag Sinterklaasje, dag Sinterklaasje, dag, luister naar ons afscheidslied. Lieve jongens en meisjes, zullen we nog één keer met z'n allen dankjewel Sinterklaas roepen? En kijken of dat hij ons nog kan horen? Ik tel tot drie en dan roepen we met z'n allen dankjewel Sinterklaas, oké? Okay? 1, 2, 3, dankjewel Sinterklaas! Vanaf januari vindt de inzameling van oud papier in de gemeente Drimmelen niet meer op zaterdag, maar op werkdagen plaats. Jarenlang hebben verenigingen en vrijwilligers de oud papierinzameling verzorgd. Het werd voor veel verenigingen steeds moeilijker hiervoor vrijwilligers te vinden. Vanaf januari wordt er met een schone elektrische vrachtwagen van de gemeente Breda oud papier en karton opgehaald. Wethouder Lieke Schuitmaker heeft een veilige oversteek voor fietsers op de Bredase weg in Terheide al langer op haar wensenlijst staan. Naar aanleiding van enkele incidenten en meldingen van bezorgde bewoners en weggebruikers won de gemeente advies in van de Fietsenbond en de politie. Dit advies leidde tot een nieuw inrichtingsplan. Op 6 december is een start gemaakt met het veiliger maken van de fietsoversteekplaats. De werkzaamheden duren tot 16 december. De oversteek komt haaks op de weg liggen en er komt een rustpunt tussen de rijbanen waardoor in twee keer kan worden overgestoken. Fietsers hebben niet langer voorrang. De Bredase weg is in beide richtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren. De bus door Terheide gaat nu via de Zeggelaan en keert bij de bushalte bij de rotonde, Ruitersvaarteweg en richting Made of richting Breda. Op woensdag 7 december heeft loco-burgemeester Lieke Schuitmaker een bronzen bever uitgereikt aan de heer Ton Swinkels voor zijn vrijwilligersactiviteiten voor onder andere bedrijvennetwerk Drimmelen en recreatief Drimmelen. Hij was actief voor de buurt- en belangenvereniging Plukmadepolder, bestuurslid en voorzitter van SKD en penningmeester van VVD Drimmelen. In 2015 werd hij gekozen als voorzitter van bedrijvennetwerk Drimmelen. Hij zorgde voor een goede afstemming tussen de ondernemers en gemeente en voor goede samenwerking met andere lokale organisaties. Kenmerkend voor de heer Swinkels is dat samenwerking voor hem belangrijk is om doelen te bereiken. Wegens gezondheidsredenen moest hij in februari stoppen en heeft hij zijn voorzitterswerk bij zowel het bedrijvennetwerk als recreatief Drimmelen moeten neerleggen. Een bronzen bever is voor hem een dik verdiende onderscheiding. Voor 2023 verspreidt de gemeente geen papieren afvalkalender meer. De hoofdreden is dat er gewerkt wordt met 7 verschillende routes. Deze kunnen niet worden weergegeven in één jaaroverzicht. Bovendien kan het milieuvriendelijker. Want wie wil weten wanneer papier en ander afval buiten moet worden gezet, kan terecht in de gemeente-app voor afval en meldingen en op de website van de gemeente.
Wie de app gebruikt, kan een waarschuwing instellen om te weten welk soort afval je de volgende dag buiten moet zetten. Scan de QR-code om de app te downloaden. Via de website kunt u vanaf 12 december een jaarkalender printen of downloaden door het invoeren van postcode en huisadres. Wethouder Jürgen Vissers heeft aan bloemisterij Kielestein het gouden certificaat Barometer Duurzame Bloemisten uitgereikt. De bloemisterij is in de gemeente een visitekaartje voor duurzaamheid, vertelde een enthousiaste wethouder Vissers. Mirjam en Hans van bloemisterij Kielestein zien de waardering als een mooie kroon op het werk. Je krijgt dit certificaat niet zomaar. Vanaf vorige week is gestart met het baggeren van sloten en vijvers in Lage Zwaluwe. Als er genoeg ruimte is, wordt de bagger naast de sloot verwerkt. Lukt dit niet, dan wordt de bagger afgevoerd. De werktijden van de baggeraars zijn tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. In de kerstvakantie wordt er niet gewerkt. Het kan zijn dat het baggeren overlast veroorzaakt. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Driemelen. Voor in uw agenda, dirigent Peter Lichthart van het Males Mannenkoor en Dameskoor Amor Musee neemt op 22 januari afscheid van zijn koren. Na 53 jaar geleden begonnen te zijn als jonge zanger, klom hij op tot repetitor en in 1986 werd hij benoemd tot dirigent. Peter heeft het muzikale niet van een vreemde en het Males Mannenkoor is tot op heden zeer te spreken over zijn strenge, doch rechtvaardige manier van hanteren van het dirigeerstokje, afgewisseld met de nodige humor. Op zondag 22 januari is een afscheidsconcert gepland in de Korenbeurs in Made. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt 's ochtends op werkdagen om 10:30 en 11:30 's ochtends ook uitgezonden op Omroep Driemelen Radio. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Driemelen. Graag zien wij u weer volgende week.